Over Nederland vliegt de Scan Eagle. Dat is een hypermoderne drone die zo ver kan inzoomen dat hij een pukkel op je neus kan zien zitten. Maar even vragen aan opa Ivo hoe dat precies zit. Meneer Opstelt, politie en justitie die maken steeds vaker gebruik van drones, waaronder de Scan Eagle. Wat is dat precies voor apparaat? De Scan Eagle, ik ken die naam niet. De Scan Eagle is de nieuwe drone die gebruikt wordt. Ja, nee, dat zal zeker, daar ga ik even vanuit. Is het niet een beetje vreemd dat onze minister van Veiligheid helemaal niet weet wat er in de lucht vliegt van hem? Ja, dat is inderdaad niet zo heel sterk. En dat hij ook niet weet waar hij blijkbaar Kamervragen over heeft beantwoord. Meneer Schouw van D66, heeft u daar vragen over gesteld? Over die Scan Eagle, daar heeft u ook op geantwoord. Kan zeker, ja zeker. En u zei, want Schouw vraagt, is het nou mogelijk om een persoon te identificeren met die Scan Eagle? Toen zei hij nee. Nee, gewoon ik herhaal dat. Dat meen je niet? Ja, dat meen ik wel. En heeft hij ook gezegd waarom hij het niet wist? Nou, voor hem is een drone is een drone. Laat hem maar eens goed uitleggen waarom die Scan Eagle dat niet zou doen. Aangezien experts allemaal zeggen dat hij dat wel kan. Ze worden ervoor gemaakt om gezichten te kunnen herkennen, dus dat klopt. Ja. Ja, dus als Ivo zegt, ja dat kan niet, dat is een beetje vreemd. Dat is net zoiets zeggen dat een auto niet gemaakt is om in te rijden. Die Scan Eagle is er juist voor gemaakt om personen te identificeren. Nee, is die niet. We moeten de minister een beetje helpen. We moeten een beetje helpen herinneren aan de Scan Eagle. Dan moeten we zeggen, joh, de Scan Eagle, dat is een drone. En die huur jij van minister Hennis. Weet u nog hoe die heet? En dan zei hij, nee, dat zal ik. Dan moet ik straks natuurlijk eerst uw programma zien om dat weer te herhalen. Scan Eagle. U zei, wilt u het herhalen? Scan Eagle. Jazeker. Ik denk dat we heel kritisch moeten zijn op het gebruik van drones door de Nederlandse overheid. We moeten niet zeg maar nu de Nederlandse overheid haar gang laten gaan, zodat ze straks allemaal drones heeft die veel te veel dingen kunnen. En dat we dan achteraf gaan afvragen van, willen we dit eigenlijk wel? Dat is zeer omstreden in verband met de privacy. Dus ik vind dat die drones zeker niet mogen worden ingezet totdat daar duidelijkheid over is. Steun ons. Ga naar poontmoetblijven.nl en druk op die knop.